Uiteindelijk vertrokken wij ook richting Vaderland in de ochtend van 23 oktober 1812. In groepen van 20 en 40 man. De meesten waren gewond en ongewapend, zonder voedsel, slecht gekleed en sommigen blootvoets. We hadden verschillende open wonden en liepen soms tot aan de buik in de modder. We spraken de taal niet en wisten eigenlijk niet welke weg we moesten volgen. Op 10 november kwamen we aan in Smolensk. Ondertussen waren we al een derde van ons leger kwijt. Door de onbeschrijfelijke honger verlieten we soms de weg om in afgelegen dorpen voedsel te zoeken, op gevaar van ons leven. Van de 100 die de weg verlieten, keerden er 99 niet meer terug. Dus ik bleef de weg naar Bonsov volgen. De kanten van de weg lagen bezaaid met bevroren lijken. Na een lange tocht bereikte ik de rivier de Berezina, waar een deel van ons leger bivak had om de terugtocht te beschermen. Van zodra de behagewagens en gewonden de bruggen over waren, ging men deze dan vernielen. Bij het zien van zo'n 60.000 gewapende soldaten vatte ik moed en hoopte dat we nu zonder vrees verder konden. Ik haastte me over de brug, met de bedoeling daar wat te rusten en een stukje paardenvlees te eten en te overnachten. Op 26 en 27 november viel er meer dan een halve meter sneeuw. Men kon de wegen niet meer onderscheiden en het vroor dat het kraakte. Zelfs de rivier vloor die nacht dicht. Keizer Napoleon had zijn hoofdkwartier te Wezenlowo en een groot deel van het leger was nog aan de andere kant van de rivier. De kanonnen werden opgesteld om de vijand te beletten over te steken. Er waren dus twee bruggen gebouwd. Eén voor de kanonnen en bagagewagens en de tweede voor het voetvolk. De pontoniers die deze bruggen gebouwd hadden, stonden tot aan hun hals in het koude water tussen de ijsschotsen. Velen hebben dit niet overleefd. Aanvankelijk verliep de oversteek gedisciplineerd. Maar rond 8 uur in de ochtend verscheen het vijandelijke leger in grote getalen. Men maakte nu grote haast om over te steken. Ondertussen voerde onze ruiterij een charge in de sneeuw uit op de vijand. Maar de vijandelijke overmacht was te groot en ons aantal slonk zienderogen. Uiteindelijk moesten onze soldaten wijken en iedereen wilde nu zo snel als mogelijk over de brug. Wagens raakten gekneld op de brug. Alles stropte, grote chaos. Kanonnen vuurden op de twee bruggen. Wie daardoor niet getroffen werd, werd verpletterd door de drummende massa. De soldaten aan de overzijde zagen dat de vijand de brug naderde en besloten ze al in brand te steken. Iedereen op de brug sprong in het water. Sommigen probeerden op het ijs over te steken, maar dit was nog niet dik genoeg. Mensen, paarden, koetsen, wagens verdwenen in de rivier. Ja, zelfs enkele generaals en hoge officieren. Terwijl onze bruggen brandden, vuurde onze artillerie onophoudelijk met de kanonnen op de vijand. De verliezen waren daardoor zo groot dat ze zich terugtrokken. De slachting hier was bij beide partijen zo groot en wreed dat het leek op het einde van de wereld. Ik heb daar duizenden wreedheden en gruweldaden gezien. Men jammerde, kermde, tierde en vloekte. De rivier lag propvol doden en de stank van de verbrande lichamen
was niet te verdragen. Dit was het ergste wat ik ooit gezien had. Samen met een groot aantal gewonden verliet ik deze plek bij het vallen van de avond, terwijl de rest van ons leger ter plaatse bleef overnachten. We reisden dag en nacht door om de vijand te ontlopen. Als een paard stierf, moesten we er ons met geweld op storten om er een stuk vlees van te bemachtigen. Duizenden bezweken van honger en kou, zonder enige vorm van medeleven met hen te voelen. Als iemand neerviel, beroofden anderen hem van zijn kleren. Soms passeerden we bivakplaatsen en zagen we duizenden doodgevroren lichamen rond uitgedoofde vuren. We zochten daar nog naar brei, bestaande uit gesmolten sneeuw en roggemeel. Uiteindelijk bereikten we een stad en daar ontmoette ik 6 karabiniers die ik kende. En de volgende dag trokken we met 7 verder en we beloofden elkaar om tot de laatste ademtocht samen te blijven. We zochten binnenwegen en bospaden. Na 6 uur stappen kwamen we bij een huis in het bos. We stapten binnen en eisten brood. Men begreep ons niet en dus trokken we de voorraadkast open en namen we alles mee. We liepen en sliepen de volgende 7 dagen in de bossen en we durfden geen vuur te maken om niet ontdekt te worden door de Kozakken. Op een dag, bij het vallen van de avond, kwamen we in een dorp. Het was zodanig koud dat we onze kans waagden en stapten het eerste huis binnen. De eigenaar verstond ons niet en met behulp van gebaren gingen we naar de stal. We schudden bundel stro open en gingen erop liggen. We namen hout en maakten een goed vuur. En we gingen er rond zitten. Ook de boer zat bij ons. En we maakten een etengebaar en de boer haalde een pot met rapen, wortels en zout. En zo konden we soep maken. Ondertussen werden de varkens vanuit de bossen naar huis geleid. 1 persoon van het dorp was hiervoor verantwoordelijk. 1 van die varkens liep onze stal binnen en een makker zag dat en doodde het met een houten paal. Hij dekte het af met stro en kwam terug bij ons zitten. De eigenaar van het varken ging op zoek en vond uiteindelijk het dode dier onder het stro. Daarop werd het ganse dorp verwittigd en ten minste 100 mannen kwamen met lange stokken tierend op ons af. Wij wisten eigenlijk nog van niets, want onze makker had hierover nog niets verteld. We bleven rond het vuur zitten, lijkbleek, en begrepen niet wat er gaande was. Na enige tijd kwam de baron het erf op. Hij vroeg of iemand Duits sprak. Ik antwoordde dat ik een Duitser was. Hij vroeg waarom ik met deze Franse spitsbroeders en rovers samen op pad was. Ik antwoordde dat ik verplicht was om voor de Fransen te gaan vechten. De boeren eisten dat ik jullie laat ophangen, omdat jullie een varken gedood hebben. Maar als jullie 8 roebels geven aan de eigenaar van het varken, dan zal jullie geen kwaad geschieden. We legden haastig en blij dit bedrag samen en de boeren vertrokken. En wij gingen slapen in onze stal met de poort op slot. Bij het krieken van de dag verlieten we de stal en trokken verder door de bossen, met het voornemen om niet meer in dorpen te slapen. Uiteindelijk kwamen we op een weide waar veel paarden stonden. We namen elke paard, maakten het koord los waarmee de paarden aan de voorbenen gebonden waren en we gebruikten dat touw als teugel.
Zo konden we de komende 10 dagen verder reizen, tot we op het slagveld van Vitebsk aankwamen, weer op bekend terrein. Nu, de lichamen van de soldaten die 3 maanden eerder daar gesneuveld waren, die lagen er nog. De stank was afgrijzelijk. De meeste lijken waren zo vermorzeld door de wielen van kanonnen, dat men bijna niet meer kon zien dat dit mensen geweest waren. Nu we op de grote weg waren, werden we meteen stoutmoediger. We namen achtergelaten wagens en spanden er elk 3 paarden voor en reden door naar de stad Vitebsk. Deze stad was bezaaid met gewonden. Daar kochten we voor het eerst sinds lang brood bij een van de vele Joden die er woonden. Zonder de hulp van deze Joden zou geen enkele Fransman levend naar Frankrijk teruggekeerd zijn. De volgende dag vertrokken we richting Minsk. Deze stad lag op een hoogte aan de rand van een bos. In een verlaten posthuis op 1 uur van de stad bleven we overnachten. Bij onze aankomst was het al donker en er waren al andere Fransen, maar niet één kon vuur maken. Uiteindelijk, met wat buskruid en een lap stof, lukte het mij om vuur te maken. We braken de houten stallen af om het vuur verder aan te wakkeren. De volgende dag lieten we onze paarden in een weide en we trokken de stad in. We bleven overnachten. De volgende dag waren onze paarden verdwenen, gestolen, en moesten we dus opnieuw te voet verder. We reisden nu richting Vilnius. Onderweg in een dorp vonden we wat levensmiddelen en we hielden halt om soep te maken. Ik bleef bij het vuur, de anderen hingen op rooftocht. Tijd om mijn gewonde hand eens te bekijken. Ik had het gevoel dat de wonden niet geneesden. Dus ik warmde wat water waarmee ik het verband losweekte, want dat was compleet verhard. Als het verband los was, zag ik dat de wonde vol maden zat. Met een strootje peuterde ik alle beestjes eruit. Ik zuiverde de wonden met zout en water en verbond mijn hand opnieuw. Ondertussen waren mijn lotgezellen terug, met een wagen en 2 paarden. Deze hadden ze met geweld afgenomen van een 5-tal infanteristen, die ook op rooftocht waren geweest. Na de soep trokken we verder. Een eindje verder zagen ze dat mijn witte linnenbroek rood was van het bloed. Ik droeg mijn hand in een doek rond mijn hals en daaronder allemaal bloed. Mijn makkers maakten het verband los en het bloed spoot uit een ader tussen 2 vingers omhoog. Andere doeken werden hard aangespannen om te stelpen. Mijn hand voelde zo zwaar aan en ik was zo verzwakt dat ik hen aanmaande me achter te laten om te sterven. Maar ze legden me op de wagen tegen wil en dank. De avond erna overnachten we in een schuur. De volgende ochtend was ik al eerste wakker en ik voelde me beter. Maar tot onze spijt was onze wagen en de paarden verdwenen. Te voet verder dus. Na enkele dagen kwamen we in Vilnius. En daar werd ik ziek. Ik bleef achter in een huis net buiten de stad. 2 makkers bleven bij mij en de anderen trokken verder. Na 5 dagen in het stro gelegen te hebben, werd ik beter. Toen we de beslissing namen de volgende dag ook te vertrekken, werd een van de andere vrienden ook ziek. We bleven dus nog 3-tal nachten. Toen arriveerde de vijand, ook bij de stad. De burgers vatten nu moed en namen terug hun huizen in, en deze lagen nog vol gewonde en bevroren soldaten.
Ze hooiden ze langs ramen en deuren naar buiten op de kasseien. Ook wij werden nu bang en met tranen in de ogen lieten we onze zieke makker achter en we vertrokken. Iedereen die kon vluchtte naar Kaunas, de laatste stad in het westen van Russisch Polen. Onderweg op een half uur van Vilnius troffen we op een steile helling de keizerlijke harde aan. De paarden konden de karren met de schatkist de helling niet opkrijgen. De soldaten van de harde braken de kisten dan maar open en roofden wat ze konden dragen. Ze maakten hun zakken met zilveren 5-frankstukken leeg en vulden deze met houden napoleons. Toen wij voorbij kwamen, durfden wij onze handen niet van onder onze oksels halen voor de ijskoude en enkele munten zo oprapen. Tot overmaat van ramp was er een aanval van de kozakken. Een groot deel van de heldwolven werd omgebracht en krijgsgevangen genomen. Op 7 uur van Kaunas werd mijn maat Ladrison ziek. Omdat ik geen raad meer wist, ging ik naar een Jood en mits betaling van 2 houden louis sloten we een akkoord om ons met paard en kar naar Kaunas te brengen via binnenwegen. Bij een hospitaal liet ik halt houden. Ik ging er binnen, maar vond enkel lijken en slechts een paar gewonden. Eens terug buiten was de Jood met paard en kar verdwenen en Ladrison lag midden op de kasseiweg. Ik bracht hem in het hospitaal en liet hem met tranen in de ogen achter. Samen met enkele andere infanteristen trok ik over de brug van Niemen. We waren nu in Pruisisch Polen. Tot dusver was dit gebied ongeschonden gebleven van oorlog. Vanaf hier was er op de terugweg om de 8 uur gaans een etappeplaats waar een commissaris woonde die ons biljetten gaf voor logementen. Maar op die commissarissen moesten we niet veel rekenen. Op die manier sukkelden we dikwijls de nacht door. De ene keer vonden we een logement en de andere keer niet. Na enkele dagen kwamen we in Wielka Wiskus. Daar was een goed hospitaal en omdat mijn 2 voeten bevroren waren, besloot ik er even te blijven. Ik kreeg een bed aan de ingang van een grote zaal. De 2e dag dat ik er was, was het zeer koud. Ik had mijn deken over mijn hoofd getrokken. En toen ik daar zo lag, kwam er een persoon naast mij staan en keek door het venster van de binnenplaats. Ik begon een gesprek, want het was een lansier. Hij vertelde: deze morgen ben ik bevroren geraakt terwijl ik de keizer escorteerde. Hij was een Vlaming en hij was afkomstig van Oudenaarde. Hij vroeg of ik Oudenaarde kende. Jawel, ik vertelde dat ik 16 jaar geleden in de school van Kaster had gewoond, maar dat ik van geboorte van rond Antwerpen was. Die lansier was de zoon van meneer Raapzat, een belangrijke burger in Oudenaarde. En jij bent Abel, zei hij. Onze blijdschap was groot. Raapzat werd in een andere zaal verzorgd en we zagen elkaar niet meer. De volgende ochtend kwam het nieuws dat de kozakken in aantocht waren en dat de gewonden op sleeën gingen getransporteerd worden. Ik stond op, zocht Raapzat en vertelde hem dit nieuws. Ik stond op uitkijk tot de sledes er waren en nam snel plaats. Er waren maar sledes voor de helft van de gewonden. Ook Raapzat had een plaatsje kunnen bemachtigen. Toen we vertrokken, begonnen de burgers meteen het hospitaal te plunderen. Om middernacht
kwamen we bij het hospitaal van Gumbinnen. Ik was daar als een van de laatsten toegekomen en er was geen bed meer voor mij. En dus werd het bed gedeeld met een Saksische soldaat met dysenterie, de rode loop, bloed en diarree. In het hospitaal waren slechts 3 verplegers. Ik had honger en stond op, liep van de ene zaal naar de andere. Ik vroeg een verzorger om eten en hij snauwde me toe dat ik maar naar Moskou moest gaan om het te gaan halen. Dus geen eten te vinden. De volgende dag zocht ik Rapsat. Ik vond hem in een zaal op de stenen blauwe vloer. Ik ging verhalen halen bij diezelfde verpleger. Van de woordenwisseling kwam een gevecht. Ik kreeg een slag op mijn gewonde arm en viel bijna flauw. De directeur die het tumult gehoord had, stuurde de verpleger weg. Na wat bekomen te zijn, ging ik verder op zoektocht. Ik vond 2 lege bedden en bracht Rapsat er naartoe. Niet veel later kwam een karabinier binnen met het nieuws dat de Kozakken weer in aantocht waren. Rapsat zei me te vertrekken. Hij zelf was te zwak en dus vertrok ik met die karabinier en ik liet Rapsat achter. 4 dagen en 4 nachten liepen we verder. Maar ik had nu 4 open wonden, bevroren voeten en zo goed als geen eten. We kwamen niet ver. Ik werd tegen de avond ziek. Ik viel midden de weg en smeekte mijn metgezel om zijn reis alleen verder te zetten. Maar hij nam me op en bracht me naar een vervallen huisje dat 400 meter van de weg stond. Hij legde me er op een bundel stro naast een gewonde Pool. Deze laatste stierf weldra. De karabinier liet me daar achter en trok alleen verder. Nu ik helemaal alleen was, dacht ik enkel nog aan de dood. Welke hoop kan ik nu nog koesteren? Rond middernacht kwam een groep Saksische vluchtelingen het huis binnen. Ze hadden een slede met 3 paarden en levensmiddelen in overvloed. Ze maakten vuur, zetten koffie, kookten eieren en andere spijzen. Ze aten en brasten zonder mij iets te vragen of te geven. Toen ik hoorde dat ze om 2 uur gingen verder trekken, naar Koningsburg, smeekte ik om mij mee te nemen. Uiteindelijk, omdat ik Vlaming was en mits 2 houtstukken, stemden ze toe. Om 10 uur 's avonds, de volgende dag, hielden ze opnieuw halt om eten te bereiden, zonder mij iets aan te bieden. De volgende dag kwamen we tegen de middag in een voorstad van Koningsberg. Daar moest ik uitstappen en ik liep duizelig en sidderend naar de stad, waar ik een logementbiljet kreeg. De volgende dag was het eerste kerstdag en ik trok naar een hospitaal. Daar bleef ik een dag en een nacht op de vloer liggen, totdat diegene die in het bed lag, stierf. Zo lag er naast elk bed iemand op de grond. We hoorden er niets anders dan gejammer, gekerm en geklaag. Ik kan u zeggen dat ik in 9 dagen tijd de ganse zaal met 300 gewonden tot 3 maal toe gewisseld werd. Telkens bleven er maar een 10 man over. Ik werd terug beter. Ik hoorde dat er een truc was om rantsoenbonnen te vervalsen en zo 10 maal meer voedsel te krijgen en het lukte me. Het overschot verkocht ik dan en ik keerde met een flinke som terug naar het hospitaal. De volgende 4 dagen deed ik hetzelfde, samen met een wachtmeester van het 5e regiment. Onze handel liep voorspoedig en we maakten grote winst. Op 3 januari stond de vijand voor de poorten van de stad. Ik nam
onmiddellijk de vlucht. Twee dagen later kreeg ik dysenterie, de rode loop. De volgende vier dagen liep ik alleen verder, tot ik bij gewapende troepen een logement met 12 anderen kreeg. Om middernacht begon mijn achterwerk vuur en vlam te spuwen. Omwille van de stank werd ik buiten gegooid. Ik trok dan maar alleen verder richting Marienburg met een vuile, bevroren en stinkende broek. Ik sliep in stallen en schuren. In Marienburg bleef ik drie nachten onder een afdak op de stenen liggen. Toen ik in Dansing de brug over de rivier wilde oversteken, kwamen zes kozakken aangereden. Eén stak een lans dwars door mijn bil en daarna beroofden die in de kraag van mijn vest mijn houden en zilveren horloge en 18 houden napoleons. Ik werd meegenomen als krijgsgevangene en samengevoegd met 1000 andere gevangenen. En we stapten zo richting Elbing. In een dorp werd halt gehouden. Maar dat dorp kende ik goed, want ik had er eerder 3 maanden verbleven. Ik had het lef een schuur binnen te sluipen en me onder het stro te verstoppen. En zo trok de troep verder. Ik liep nu langs binnenwegen naar Stargard in Polen. Daar kwam ik aan op 18 januari. De buikloop werd met de dag erger en ik was hoe langer hoe meer uitgeput. Eten kon ik alleen als ik iets kreeg, want iets kopen kon niet meer. Ik was bang en vermeed mensen uit schrik opnieuw gevangen te worden. Ik liep door bossen, had geen schoeisel meer aan, maar slechts een paar lappen rond de bevroren voeten. Soms kwam de sneeuw tot aan de knie. Ik had nu 5 open wonden. In Stargard werd ik uiteindelijk toch bij de kraag gevat en bij een groep uitgehongerde krijgsgevangenen geplaatst. Nadien, onder begeleiding van een 10-tal bejaarde kozakken, liepen we terug richting Elbing. Eenmaal in de bossen kozen de helft van de gevangenen opnieuw het hazenpad. En tegen de avond vond ik een huis van een jager in het bos. Ik ging binnen en kreeg wat ik nodig had, zelfs een overjas en brood. De volgende ochtend trok ik richting Konitz, maar werd opnieuw gevangen genomen door kruiskensboeren. Een van hen verplichtte me midden in de sneeuw mijn wollen broek uit te trekken en hij gaf me zijn slechte linnenbroek in de plaats. Ze brachten me naar hun generaal. Deze ondervroeg me in het Frans en het Duits. Ik bleef verklaren dat ik Hollander was. Ik wist dat de Russen voor de Hollanders het meeste sympathie hadden. Maar het lukte niet. Ze brachten me naar een vervallen huisje buiten de stad en sloten me daar op. Geen eten, geen water. Ik onderzocht mijn kot en ik zag dat de luiken rot waren. Ik ging liggen, wachtend op de nacht. Om middernacht stampte ik met mijn voet het luik open en ik vluchtte de bossen in. Ik stapte door tot 4 uur in de namiddag en viel uitgeput neer. Ik was het moe nog langer te leven. Het vroor het zonderlijk hard. Na een half uur op de grond, aan een eikenboom gelegen te hebben, hoorde ik het geblaf van een hond. Dat gaf me nieuwe moed om op te staan. Tegen de avond bereikte ik de rand van het bos. Ik zag een lichtje in de verte en na een lange wandeling kwam ik bij een kasteel. Daar ontmoette ik een vrouw en 2 mannen. Ik vroeg de weg naar het dorp en de burgemeester. Ze wezen me een huis aan.
De burgemeester maakte me duidelijk dat niemand nog logement wilde verschaffen aan Franse boeven. Hierop ging ik op zijn bank zitten en ik wilde niet meer weggaan. Ten allerlaatste legde de burgemeester wat stro achter een kachelhoven waarop ik kon slapen. Door de warmte begon de stank terug hevig te worden. De vrouw van de burgemeester wilde me het huis uit. Ze was razend. Ze nam me bij de benen en wilde me het huis uitslepen. Gelukkig kwam de vrouw aan wie ik de weg gevraagd had het huis binnen. En ze nam het voor mij op. Ze bracht me terug naar het stro en ze vroeg wie ik was. Ik vertelde dat ik uit Vlaanderen kwam en op de terugweg van Moskou was. Ze weende en zei dat haar broer in dezelfde toestand was. Een half uur later kwam ze terug met warme bouillon, een halve kip en lekker brood. Ze wilde me laten eten, maar ik kon dat niet. Ze liet me wenend achter. Die nacht kon ik de slaap niet vatten. De volgende dag geraakte ik niet meer recht. Niemand keek naar me om, behalve die juffrouw. Ze gaf me moed. Ze zei dat ze elke dag ging langskomen en eten brengen. En ja, samen met een meisje van 14 jaar, de dochter van baron von Schieten, bracht ze me eten. Deze juffrouw was kamermeester en pas 21 jaar oud. 8 dagen later was ik nog niets verbeterd. Daarom vroeg ik een fles schnaps. Die dronk ik in 1 keer uit, om toch maar te kunnen sterven. Daarna dronk ik een halve emmer water. Vruchteloos. De barones liet een apotheker iets maken en nadien werd ik dag na dag beter. Ik kreeg van de barones een schoon hemd en dagelijks een aangepaste portie eten. Dagelijks werd mijn stro ververst. Met een riek werd het vuile stro buiten getrokken en vervangen door vers stro. Ik had immers 15 dagen lang mijn behoeften ter plaatse moeten doen. En toen ik beter was, werden mijn kleren gekookt en gezuiverd. Op 20 februari kwam het nieuws dat de koning der Pruisen verboden had nog Fransen in huis te nemen. Overtreders kregen een boete van 300 daalders en een gevangenisstraf. Omdat ik ondertussen terug kon reizen, besloot ik te vertrekken. Ik liep langs het kasteel, de dame zag me door het raam en zond haar dochter om me te vragen waar ik heen ging. Ze vroegen me echter om te blijven. Er was nog een Franse gewonde soldaat en misschien konden we samen vertrekken. Kozakken kwamen soms huiszoekingen doen, maar de burgers slaagden erin ons verborgen te houden. Op 1 maart gingen we naar de baron om hem te bedanken. Hij gaf ons eten, drinken en 12 stuivers reisgeld mee en een route. We vertrokken met tranen in de ogen naar Stargard. Onderweg konden we meerijden met boeren. Ik vertelde dat ik Duitser was. Mijn vriend kon enkel Frans. En deze werd diezelfde dag nog gevangen genomen en naar Siberië gevoerd. 2 jaar later zou ik deze Fransman in Rijssel nog eens terugzien. Uiteindelijk was ik weer alleen. Ik bedelde om voedsel. Soms kreeg ik wat en soms niet. Ik bereikte een dorp aan de Oder. De brug was vernield en ik kon dus de rivier niet over. Ik kon bij een boer overnachten. Daar kwamen ook een compagnie Pruisische artillerie aan. De soldaten maakten hun wachtlokaal in het huis waar ik sliep.
Ik hoorde vertellen dat ze morgen vroeg hun kanonnen op schepen moesten laden om naar de overkant te brengen. 'S Morgens vroeg probeerde ik me te verkleden als een molenaar. Ik strooide wat meel op mijn hoed, stak er een kokarde-embleem op en liep met mijn witte soldatenjas de soldaten achterna, naar de kanonnen. Ik hielp duwen aan een wiel om het kanon in het schip te laden. Eenmaal op het schip nam ik een bezem en ik veegde de sneeuw van het dek. Niemand vroeg wie ik was. Aan de overzijde stonden verschillende kozakken en ik hielp de kanonnen los. Zo trok ik de stad in, waar ik bedelde om eten en geld. Ik trok een herberg binnen om er een snaps te drinken. Daar botste ik op een sergeant en die vroeg mij mijn pas. Deze bracht me naar de stadscommandant en werd ondervraagd. Ik zei dat ik naar Holland ging. Daar zal je nooit geraken, zei hij. Je moet hier dienst doen bij onze huzaren met de doodshoofden. Toen ik hem mijn wonden liet zien, brachten ze me naar de stadspoort en schopten me buiten. In een dorp 3 uur verder kon ik bij brave mensen overnachten. Ook de volgende nacht kon ik bij iemand logeren en wat praten. Deze man was 30 jaar soldaat geweest. Hij waarschuwde mij dat op het grondgebied van Mecklenburg een pas nodig was. En hij gaf me een tip: als je tenminste wat Duits kan schrijven. Ik heb een oude pas, ondertekend door de commandant van Neubrandenburg. Die zou je kunnen namaken. En inderdaad, in elk dorp moest ik mijn pas tonen. Maar ik kon overal vlot doorheen. Op zekere dag was ik in een dorpsherberg een snaps aan het drinken. 3 dronken kozakken vroegen een fles jenever. Een van hen klopte op mijn schouder en vroeg wie ik was. Ik zei een Hollander. Hij nam me bij de kraag en zei dobre, dobre. En ik kreeg 2 snaps en ze vertrokken. Oef. Op een zondagmiddag kwam ik aan in Schwerin, de hoofdstad van Mecklenburg. Ik ging een huis binnen om voedsel te bedelen. Ik zei dat ik een Hollander was, maar de vrouw mepte me met haar bezem buiten. In een ander huis zei ik dat ik Zwitser was. Dat zijn brave mensen, zeiden ze, en ik kreeg een flinke portie eten. Ik reisde verder naar Ratzeburg. Daar zei ik dat ik een Rus was. Een Rus hadden ze nog nooit gezien, en eerder uit schrik kreeg ik vlees, bier en brandewijn. Vandaar liep ik naar Mullen, waar ik het graf van Uilenspiegel bezocht. Vandaar ging de tocht door een stuk van het Koninkrijk Denemarken en nam dan richting Hamburg. Mijn bedoeling was om de volgende dag aan te sluiten bij ons leger aan de overzijde van de Elbe. Ik was dicht bij onze troepen, maar ik kon nergens een boot vinden om over te steken. Bij de stadspoort werd ik voor de 4e keer verrast en krijgsgevangen genomen. Ik had nu al 1000 kilometer afgelegd, zonder geld, soms eten, soms niet, 's nachts vaak buiten in de vrieskou, dagelijks 10 uren op stap met bevroren voeten, en nu aan deze rivier op minder dan een half uur van ons leger opgepakt worden, om terug naar Rusland gestuurd te worden, dat is vreselijk. Ik werd ondervraagd door generaal Tettenborn in 3 talen en werd grondig gefouilleerd. Gelukkig had ik mijn paspoort de vorige dag weggeworpen. Uiteindelijk oordeelde de generaal dat ik geen spion was en hij zond me naar het armenhospitaal. Daar moest ik me tot op het naakte lijf uitkleden. Ik kreeg een korte broek en een vest. Beide waren met meerdere stofjes in verschillende kleuren gelapt. 'S Avonds kreeg ik een bed vol bedwansen.
Elke 24 uur kregen we een kwart zwart brood en een soeplepel gestampte aardappelen. We hadden constant honger. Ik schreef een brief aan de generaal met het verzoek om te worden ondergebracht bij de krijgsgevangenen. In een gevangenis aan het water werd ik in een klein hok gestopt met 6 anderen: een Hollander, 3 Vlamingen en een Kroaat. Deze laatste had nog geld en hij liet een fles schnaps halen. We dronken, praten en we lachten zelfs. 'S Nachts heeft die Kroaat met een mes zijn polsen en kiel overgesneden. De volgende dag kwamen officieren vragen om dienst te nemen in hun leger. 4 deden het. Ik bleef alleen achter en sliep die nacht heel goed. 2 dagen later werden allen om middernacht gewekt. Alle gevangenen werden verzameld op de binnenplaats. Onderweg had ik onze bewakers horen vertellen dat alle soldaten, gendarmes en douaniers gingen gedood worden. Ik trok haastig alle kleren aan die ik nog had en vertelde wat ik gehoord had aan mijn 2 slaapgenoten. Zij verstonden immers geen Duits. Een zieke douanier gaf ons nog 5 broden mee voor onderweg. Maar op de binnenplaats stonden de bewakers ons al op te wachten. Geen doorgang mogelijk. Samen met andere gevangenen werden we in rijen van 3 door de stad geloodst. Tot 6 uur 's morgens liepen we straat in, straat uit en kregen regelmatig trappen van onze begeleiders. Tot we halt hielden op een ommuurde binnenplaats. Daar stonden we een hanse tijd, tot een lijfwacht een brief aan de commandant overhandigde. Orders waren gewijzigd en men liet ons meteen opsluiten in een andere gevangenis. Na een uur in die gevangenis kregen we het bevel naar buiten te gaan. We werden terug in 3 rijen opgesteld en na een uur kwam de stadscommandant. Er werd opnieuw gevraagd om dienst te nemen in hun leger. Iedereen weigerde en dus terug naar het gevangen. Wat later kregen we goede soep, brood en bier en stroozakken om op te slapen. Dat gaf ons goede moed. Mogelijk waren ze bang, gezien ons leger de stad opnieuw zou kunnen innemen. En zo bleven we 1 maand in die gevangenis. Nieuwe gevangenen vertelden ons dat ons leger elke dag dichterbij kwam. Maar helaas, er kwamen alleen maar meer gevangenen. Sommigen geraakten niet tot aan de gevangenis. Burgers van de stad duwden ze van de brug af in de Elbe, zonder dat de lijfwachten iets deden.